op naar het hoofdkantoor van trendwatcher Ajit Bakas in Amsterdam. Hij heeft een boek geschreven over de toekomst van gezondheid. Conclusie? Alles draait om eten. Echt eerlijk eten. Ik heb wel eens geschreven in mijn boek De Toekomst van Gezondheid dat de zorg in Nederland 70% goedkoper kan worden en ook vele malen leuker. En er zijn 10 punten waarmee je dat moet doen. En één van de 10 is beter eten. Het beste medicijn is goed en lekker en gezond eten. Als je dat doet, dan krijg je een heleboel ziektes gewoon niet meer. Vergis je niet, Nederland is na Polen het goedkoopste supermarktland in Europa. Een ei kost in de supermarkt nog evenveel als in 1950. Veel mensen willen gewoon in Nederland althans niet meer betalen voor goed eten. Eerlijk eten van de boer en wat dan ook is nu een keer wat duurder dan wanneer het in batterijvorm wordt gemaakt. En als je het er maar voor over hebt, is er namelijk niks aan de hand. Dan gaat de industrie namelijk vanzelf wel om. Maar zolang die burger het er niet voor over heeft en liever een plofkip heeft, want dat is goedkoop, ook al smaakt dat ding alleen maar naar water, in plaats van zo'n gezellig tokkende kip van het boerenerf, dat is gewoon de ellende. En een deel van die bevolking, en dat is ongeveer een derde, heeft daar nog steeds gewoon geen zin in. Onze oma's wisten dat ook vaak veel beter. Onze oma's wisten dat als je keelpijn hebt, je hoeft niet gelijk een aspirine of een wat dan ook. Je kunt inderdaad thee met honing en met dit en met dat kruid. En die kruidenvrouwtjes, maar dan hoefde je vaak niet eens een apart kruidenvrouwtje te hebben. Iedere oma wist dat, mijn oma wist dat, mijn moeder weet dat. Die heeft ook allemaal plantjes in de tuin in Suriname met citroengras en al dat soort dingen. Ook cultureel zijn dingen verschillend. In India bijvoorbeeld krijgen ze minder Alzheimer dan in Nederland, omdat ze heel veel curry eten en er zitten een aantal dingen in die de hersentjes fris en fit houden. Curry is gewoon medicijn. Iedereen denkt dat eten, maar het is gewoon medicijn. Maar het is dus op manieren vermengd dat het in dat eten zit. Dus wat je eigenlijk gaat krijgen is een soort medicalisering van food. Het eten is het beste medicijn. Die kennis gaan we nu terughalen. Oude kennis gaan we nu terughalen en gaan we dan op moderne manieren integreren in ons leven. Geweldig.